De kinderen van het kinderthuis Maria Hoeve te Leliedorp hebben vandaag genoten van een pretdag. Deze gezellige dag is pupillen aangeboden door A Better World Foundation. Hieraan voorafgaand hebben de leden van de Nederlandse Stichting langer dan een week met de kinderen van Maria Hoeve doorgebracht. De bedoeling is dat Maria Hoeve op den duur helemaal op eigen benen moet kunnen staan, zegt Ingrid Gorlitz, penningmeester, tevens oprichter van A Better World Foundation. We hebben gisteravond voor het eerst in de geschiedenis van kinderhuis Maria Hoeve 2 contracten mogen tekenen voor 2 leiders die de verantwoordelijkheid krijgen over een kas. Zo gaan we beginnen met zelf-supporting, leren om te gaan met financiën, leren om te gaan hoe je dingen doet. Dus dat is dan een hele mijlpaal. Maar we moeten natuurlijk doorgaan met het een en ander. We hebben dus nog een kas nodig om zelf-supporting te worden. Want kijk, deze maand heb je donateurs, volgende maand heb je niet. Maar we moeten eten, we worden ziek, we moeten naar school, we moeten met de bus weg, toch? Dus wat gaan we doen? We willen helemaal proberen om op eigen benen te staan. Dat was dus Ingrid Gorlitz en Gien Geurlings en zij is van A Better World Foundation. Trouwens, deze foundation heeft reeds gezorgd voor de aanleg van een groentekas. De financiële middelen hiervoor zijn vandaag symbolisch overhandigd aan de directeur van Maria Hoeve, Nesta Tjonahung. Deze is blij met de donatie en zegt dat de kinderen ook actief meehelpen in de landbouwkassen van het tehuis. Jongens en meisjes, jullie zien wat we gehad hebben. Jullie weten hoe hard er gewerkt wordt in de Palisadeweg om jullie een betere toekomst te geven. Ik zeg altijd, zolang je wilt studeren, mag je bij me wonen, tenzij je je aan de regels houdt. De kinderen werken mee. LVV heeft toen de UNDP ons een kas gegeven heeft, ook een begeleider aan ons toegevoegd, de heer Julio Somejo. Ook hebben ze LVV benaderd om ons 6 weken te begeleiden. De kinderen hebben geleerd om compost te maken. Ze hebben geleerd om zaad uit te zaaien, om het te verplanten, maar ook om bedden te maken. Ze weten ook de oogsten, de bemesten. Ik kan ze nu loslaten in een kas. En ze kunnen allemaal alleen. Dat is dus Nesta Tjonahung, directeur van kinderhuis Maria Hoeve. A Better World Foundation zal volgend jaar weer op bezoek komen bij het kinderthuis. Trouwens, dit item was van gisteren zondag.